Toen ik hier kwam in 1979, kon je hier vanaf de stelling, 14 meter hoogte, 25 molens zien staan. Ze zijn er allemaal nog, maar je ziet er nog maar twee. Allemaal hoogbouw, bomen, uit het zicht verdwenen. Kortom, er is veel veranderd in de 40 jaar dat Henny van der Lely molenaar is van Molenmuseum De Valk. Wat niet veranderd is, is de passie van Henny voor het molenaarsvak. U kijkt terug op 40 jaar. Hoe begon u hier? Want u was helemaal geen molenaar, hè, toen u begon. Nee, klopt. Ik ben opgeleid voor onderwijzer. Alleen ik zag eigenlijk al dat dat toch niks voor mij zou gaan worden. Dus ik heb de opleiding ook niet afgemaakt. En op een gegeven moment gewoon een vacature en probeer maar. Niet geschoten is altijd mis. Maar het was raak, omdat Henny toen al veel over het weer wist. Het liefst is hij dan ook buiten op de stelling van de molen bezig. Ja, buiten ben ik het liefst. Bezig met de molen. In weer en wind. Dat is wat ik altijd het liefst gedaan heb. Dat ga ik absoluut missen. Je wint de ketting op. En de wieken draaien langzaam in de gewenste richting, zoals je ziet. Een hoogtepunt in de lange carrière van Henny is de viering van de 50ste verjaardag van het Molenmuseum in 2016. U was geen molenaar toen u begon, maar bent u toch van die molen gaan houden? Absoluut. Ja, de plek, de historie, de vrijheid van je het een moment buiten, dan weer binnen. Kortom, echt iets voor mij. Anders was ik niet zo lang gebleven.